Vandaag volgen we Naomi. Naomi is net 31 jaar geworden en vond het tijd om wat aan haar frontschimpel te laten doen. Dr. Lisette Hoekstra bespreekt met haar de mogelijkheden voor botox. Wat is er dan? Ik begin lijntjes te krijgen bij het fronsen, maar ze blijven dan zitten. Dat wil ik eigenlijk verhelpen. Ja, bedoel je dan de frons? De frons, ja. Dan kan je dus boos kijken, dan kan je meekijken in de spiegel. De frons zit er nog maar een klein beetje in. Maar als je op tijd met botox gaat behandelen, voorkom je dat er een diepe rimpel in komt. Daarnaast ontspant het heel erg je blik. Het gebied wordt zorgvuldig schoongemaakt en afgetekend. De behandeling doet vrijwel geen pijn, want het zijn slechts 5 kleine prikjes met het allerdunste naaldje. De frontschimpel wordt dus behandeld met botox. Botox is een spierontspanner en daardoor vermindert de spierkracht en ontstaat er rust tussen de wenkbrauwen. De huid ter plaatse komt ook tot ontspanning en dat maakt het dat de rimpels verzachten. De behandeling duurt in totaal slechts 2 minuutjes en is dus nagenoeg pijnloos. Het resultaat van de behandeling is na 2 weken optimaal en zal ongeveer 3 tot 6 maanden aanhouden. Ik vond de behandeling bij Dr. Hoekstra helemaal niet pijnlijk en het was zo klaar eigenlijk. En ik ben heel erg benieuwd naar de resultaten over 2 weken.